De Euromunten en de Eurobriefjes. Mona is jarig. Robbe wil snoepjes kopen voor zijn zus Mona. De snoepjes kosten samen 7 euro. Met welke combinatie van munten kan Robbe de snoepjes voor Mona kopen? A. 1 5-euro-briefje plus 2 2-euro-munten. B. 3 2-euro-munten plus 1. 2 euro -munt. C 1 5 euro briefje plus 2 1 euro munten D 2, 2 2 euro munten plus 1 1 euro munt Het antwoord is C Wat is de munt die in veel EU landen wordt gebruikt? De dollar, de euro, het pond, de roepel, de yen of de soortie? Het antwoord is euro. De euro is het geld dat veel landen in Europa gebruiken. Een groep van twintig landen heeft samen de eurozone gevormd. De eurozone wordt soms ook het eurogebied genoemd. De landen in de eurozone gebruiken de euro als hun officiële munt. Sommige andere landen in de Europese Unie gebruiken echter nog steeds hun eigen munt. Op 1 januari 2024 zijn er 24 landen in de eurozone die eurobriefjes en euromunten gebruiken. Deze landen zijn Andorra, België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slovakije, Spanje en Vaticaanstad. Wat is het hoofddoel van de euro als munteenheid? A. Het aantrekken van spaargelden uit het buitenland. B. Het vereenvoudigen van betalingen binnen de landen van de eurozone. C. Het aanmoedigen van het reizen en winkelen in de landen van de eurozone. Het antwoord is B. De euro maakt het makkelijker voor landen in de eurozone om met elkaar handel te drijven en geldzaken te regelen. De burgers en de bedrijven moeten immers geen munten meer wisselen. Welke Europese instelling is verantwoordelijk voor de euro? A. Europees Parlement. B. Europese Raad. C. Europese Commissie. D. Europese Centrale Bank. Het antwoord is D. De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor de euro. De ECB zorgt ervoor dat dingen niet te duur worden, zodat de burgers nog steeds genoeg kunnen kopen in de winkel en ook leuke dingen kunnen doen, zoals naar een pretpark gaan of op vakantie.